In de instructiebrief staat dat de kiezer stemt door op het stembiljet het vakje voor of het vakje tegen rood te kleuren. Maar uit de handleiding van de kiesraad blijkt dat dat een ongeldige stem oplevert. Een geldige stem wordt uitgebracht door het rood maken van een wit stipje, zoals ook op het stembiljet wordt vermeld. In het Zoetermeerse Stadshart wordt wisselend gereageerd op de fout. Ik vond het wel een beetje amateuristisch, om je eerlijk de waar te vertellen. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat je verkeerd geïnformeerd wordt. En dan hebben ze dit vakje voor helemaal rood gekleurd. Ja, is dat goed of niet? Nou, dat lijkt me niet goed, althans. We hebben altijd meegemaakt dat we dit vakje gingen kleuren. Je moet het vakje voor of tegen rood kleuren. Dus je zou zeggen dat je dit dingetje moet kleuren. Het rondje. Het rondje, dat zou ik doen. Prima. Stemt u het stembiljet het vakje voor of het vakje tegen rood kleuren? Ja, prima. Duidelijk wat je moet doen. Maar het is niet goed. Tegen. Ja, maar het is niet goed, want je moet het rondje inkleuren. Ja, dat is waar. Je moet het rondje kleuren. Normaal stembiljet moet je een klein rond puntje maken, rood. Toch? Heel goed. Ja. Maar ja, de gemeente zegt dat je het vakje moet rood kleuren. Oh, dat lijkt wel partijdigheid. Dan krijg je ongeldige stemmen en dan haal je de 30% niet. Om misverstanden te voorkomen zal de gemeente Zoetermeer posters ophangen in het stemlokaal. En daar ziet u, daar staat stem door het witte vakje voor uw keuze rood te maken. En dat is, ja, het witte vakje is een rondje, maar wij zijn bij alle verkiezingen gewend. Voor de kandidaat staat zo'n rond wit vakje wat je rood kan maken. En nu staat er zo'n rond wit vakje voor de keuze voor of de keuze tegen. Foutjes kunnen natuurlijk gebeuren. We kunnen natuurlijk discussiëren of het nou een grote fout is of een kleine fout. Wat veel belangrijker is, is dat we weten hoe we het wel moeten doen. En hoe moet het dan? Ik neem aan dat we dat rondje gaan kleuren.